Hoe ben je op het idee gekomen om te beginnen met cosplay? Wel, dat is een beetje een komiek vraag. Antwoord, verhaal. Komt eigenlijk door mijn ex. Ik had al voor eigenlijk al filmpjes, YouTube filmpjes al van cosplay en al. Ja. En ze gingen in effects 2010 met een vriendin al cosplayed, Masamoto van Bleach. En ik ging achter zo zonder. En ik had dan besloten eigenlijk voor volgend jaar ook als cosplay met haar. Maar dan ging het, was het in januari uit. En dan heb ik toch besloten van ja, toch door aan mijn cosplay te werken en alleen te gaan. En ik ben zo gebleven eigenlijk aan cosplayen. Hoe ben je op het idee gekomen om Poro te cosplayen? Poro, ik had eigenlijk al nog een andere cosplay van League of Legends, Zombie Band. Maar ik was daar niet zo content en ik zocht achter een andere League of Legends cosplay. En dan kort heb ik bij het spelen met de game Poro ontdekt. En die knuffels ook, dat is zo populair. En daar heb ik het idee van, kijk, ik maak een reuze, levende knuffel. Poro knuffel, ja. Welke reden zou jij geven om mensen te motiveren voor cosplay? Ik zou het wel aanraden. Omdat het voor mij is dat een uitkap voor mijn creativiteit. Ik heb altijd uitdagingen nodig voor creatief iets te doen, iets te maken. Voor andere jongen die ook graag knutsel iets wil maken, is dat ook wel een goede uitklapcap. De cosplay gemeenschap is zeer sociaal. Toen ik begon eigenlijk in cosplay, is mijn Facebookpagina een profiel van vrienden vervijfvoudigd. Kan je de term cosplay nog eens simpel uitleggen voor de mensen die het nog niet kennen? Cosplay kun je eigenlijk al uit de naam halen. Costume en play. Dat is eigenlijk ja, verkleden aan een personage van een game, film, serie, alles. En dan ook nog het spelen eigenlijk. Het karakter inbeelden. Het is niet zomaar like, een verkleedpartijtje, het is ook het speel, het karakter zijn. Heerlijk. Bedankt voor dit interview.